In de nationale beeldvorming spelen Nassau's een grote rol. Willem de Zwijger natuurlijk, Maurits, Frederik Hendrik en oh ja, daar in het noorden was ook nog een zekere Willem Lodewijk. Over hem verscheen nu een bundel. Bij mij zitten beide redacteuren, Joop Koopmans en Hanno Brands. Mannen, waarom een bundel over Willem Lodewijk? Wel om de simpele reden dat het dit jaar 400 jaar geleden is dat Willem Lodewijk is overleden. Dus dat herdenken we dit jaar en er zijn dus allerlei activiteiten ook georganiseerd dit jaar. Een aantal moest vervallen vanwege de coronatijd. Maar gelukkig konden we wel door met een wetenschappelijk symposium. En de lezingen van dat symposium die zijn ook omgewerkt in de vorm van artikelen. En dat is deze bundel geworden. Dus het heeft alles te maken met het Willem Lodewijkjaar 1620-2020. Dus 400 jaar geleden overleden. En dat symposium was eerder in het jaar, in het voorjaar? Of? Ja, het symposium was gepland voor juni. En toen kwamen dus allerlei maatregelen werden uitgewaard waardoor we niet door konden en hebben gevraagd aan de auteurs om toch door te werken en om hun lezingen alvast om te werken tot een artikel. En het symposium zelf hebben we verdaagd naar december van dit jaar. En ook in de verwachting dat we nog in dit herdenkingsjaar die bundel konden uitgeven. Dus we hebben een extra beroep gedaan op de auteurs. En dat is uitstekend gelukt en zijn we op tijd met de bundel. Ja, de bundel is helemaal gelukt. Eerste exemplaar aangeboden aan de burgemeester van Leeuwarden. Inderdaad. Buma. Ja. En, maar ik bedoel, dat het 400 jaar geleden is, kan niet de enige reden zijn. Wat waren zijn verdiensten? Waarom verdient hij een bundel? Nou, we hebben dit symposium ook die bundel wel opgevat om inderdaad hem een beetje meer in de verf te zetten. De eerste biografie, de enige biografie die over hem bestaat, dateert uit 1904. Dus dat is al een aardig tijdje geleden. En sindsdien is er niks fundamenteels over de man gezegd. In een aantal artikelen, maar niet in de vorm van een boek. Dus daar wilden we wat aan doen. En zo'n herdenkingsjaar is dan het moment om toch wat nieuwe inzichten weer voor het voetlicht te brengen. En dat is denk ik wel gelukt. En bovendien is het zo dat ja, Willem Lodewijk toch altijd nog in de schaduw van Maurits staat. En dat vinden wij niet terecht. Wij vinden dat Willem Lodewijk veel meer de architect is geweest in de oorlogvoering tegen de Spanjaarden tijdens de Nederlandse opstand dan Maurits. Maurits heeft enorm geleund op Willem Lodewijk. En natuurlijk, Maurits is de belangrijke man, want hij was stadhouder van Holland en een aantal andere gewesten. En Willem Lodewijk, dat was de stadhouder van minder belangrijke gewesten, minder belangrijk in de dynastie. Dus in de geschiedenisboekjes is het altijd alleen maar Maurits. En Fruin, de 10-jarige, 80-jarige oorlog, die geeft ook heel hoog op over Willem Lodewijk. Dat doen alle historici, hè? Ja, er zijn wel mensen die beweren dat zonder Willem Lodewijk de opstand niet was gelukt. Ja. Dat heeft natuurlijk te maken met de aanvallen vanuit het noorden. Ja. En het offensief vanuit het noorden. En bovendien heeft hij natuurlijk ook een hele wezenlijke bijdrage geleverd aan de militaire kennis die nodig was om de Spanjaarden te kunnen verslaan. Het was een hele serieuze man in ieder geval. Ja. Hij is ook goed gereformeerd, als ik het zo heb gelezen. Zeker, zeker. In het noorden lijkt hij bijna heilig, in zekere zin. Had hij ook tekortkomingen? Ja, elk mens heeft tekortkomingen. Nou, het woord heilig is in deze context voor een Calvinist natuurlijk niet zo handig. Maar hij is wel hoog aangeschreven. In ieder geval ook in de literatuur. En ook zelfs iemand als Van Deursen, een grote Mauritskenner, die heeft toch begint in zijn boek Willem Lodewijk wel te prijzen als een man zonder waar niets op aan te merken valt. En ook Maurits heeft hem ooit eens omschreven als een man van 1000 deugden. Dan moet je natuurlijk in het perspectief van Maurits plaatsen, maar niettemin. Het is wel opmerkelijk dat iemand er zo zonder kleerscheuren van afkomt. Ja. Dat is ook, jullie hebben geen veilen gevonden. Ja, kijk, als mens, hij was ook wel eens nukkig en hij kon ook wel eens wat te kort door de bocht reageren. Maar ja, in zijn algemeenheid kun je stellen, in een tijd dat het toch oog om oog, tand om tand was en dat de militaire oorlogvoering enorm wreed was met brandschatten, met veel moorden en plunderen enzovoort. Nou, deze man die was daar tegen, hè? Ja, ja. Hij heeft ook daarover laten schrijven door zijn secretaris, dat hij eigenlijk de theorie of de tactiek van de verbrande of de verschroeide aarde echt afwees. Hij heeft ervoor gezorgd, ook mede met zijn secretaris Van Rijten, een belangrijk adviseur, dat er ook soldij kwam voor zijn legers en dat er ook discipline kwam.
En dat dus ook het voetvolk werd geprezen voor zijn werk. En dus ook op die manier ook de motivatie hoog hield. En dat is wel een verdienste, want dat was aan de Spaanse kant niet vanzelfsprekend. Maar hij was ook een slimme politicus. En je ziet toch dat in het noorden, waar ontzettend veel in al die provincies die hij had, Groningen, Friesland, Drenthe, daar was enorm veel oneenigheid. Je ziet dat allerlei verschillende partijen met verschillende belangen daar opereren. En hij weet toch boven de partijen te staan en die groepen bij elkaar te houden in een oorlogstijd. En dat is denk ik ook een verdienste. Ik hoor geen tekort komen, denk ik hier al. Maar hij was getrouwd met een dochter van Willem. Hij had zelf geen wettige nakomelingen. Hebben jullie nog andere nakomelingen? Er is één onwettig kind. Hè? Dat maakt hem dan ook wel weer wat menselijker. Hè? Een edelman van zijn tijd. Ja. Maar goed, Frederik Hendrik was ook zijn neef. Ja. Ja. Ernst Kazimier was ook getrouwd met een nichtje, een dochter van Frederik Hendrik. Maar dan gaat hier al het verhaal inderdaad dus dat de huidige Oranjes afstammen van de Friese Nassaus. Maar dat is niet van Willem Lodewijk, die had geen kinderen, maar van... Dat is een hele vrouwonvriendelijke benadering. Ja, nee, dat is in feite stond toch af van Willem. Precies, via de vrouwelijke lijn stamt... het huidige koningshuis is Willem-Alexander af, ook van Willem van Oranje. En via Frederik Hendrik, Albertine Agnes. Precies, ja. Maar er is ook nog Henriette Amalia van Anhalt-Dessau. Die was getrouwd met stadhouder Hendrik Casimir II. En dat was ook een kleindochter via moederskant van Frederik Hendrik. Dus ons huidige koningshuis stamt twee keer via de vrouwelijke lijn af van Willem van Oranje. En dat wordt vaak vergeten. Ja, dat viel me ook op. Ik zat de stamboom te bekijken. Maar de eerste mannelijke directe nakomeling of voorvader is Jan-Willem Friso. Ja. Dat is wel weer een Fries stadhouder. Dus, en uit dat echtpaar van Jan-Willem Friso en Marijke Meu, zijn dus eigenlijk de directe nazaten voor het koningshuis ontsproten, zeg maar. Van de mannelijke lijn. Ja, vanuit de naam. Ja. 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 Dat is heel ingewikkeld. Ja. Maar het zal niet het laatste boek zijn wat over Willem Lodewijk verschijnt. Ik bedoel, ik hoor jullie ook nog van allerlei dingen noemen waarvan ik denk van dat staat er nog niet in. Klopt. Nee. Dus, we hopen dat er ooit nog een nieuwe biografie kan komen. Ja. Er is een stichting in Friesland, Stichting Nassau Friesland, die heeft een soort startpremie uitgeloofd om mensen te vinden die een biografie willen gaan schrijven. Dat is een heel klein bedrag, maar het is een startgeldje. En wij hopen, wij twee, dat we toch in de toekomst daar iets mee kunnen doen en dat er ooit nog eens een biografie komt. Ja. Niet een student. Ja. Het zou een promotieplaats kunnen worden, een proefschrift kunnen worden, maar het moet wel iemand zijn die veel kwaliteiten in huis heeft. Die moet en dat oude Duits kunnen lezen en het oude Frans en natuurlijk het oude Nederlands. Dus die moet die oude handschriften kunnen ontcijferen, want er ligt nog heel veel archiefmateriaal waar nog niets mee is gedaan. Dus er valt zeker nog een nieuw boek te maken, een nieuwe biografie. En niet die verzuilde biografie die we hebben van 1904, die bijna een haagje over... Daarin wordt hij wel heilig, in dat boek. En ja, dat stadium zijn we voorbij. Ja, en zijn er nog dingen die, naar jullie gevoel, ontbreken in de beeldvorming? Jawel, een van de dingen die ook in het symposium goed aan de orde is geweest, is het... De rol van vrouwen aan het hof bijvoorbeeld van Willem Lodewijk en zijn rol, hoe hij met zijn nichten en tantes en aangetrouwde familie omging. En dat is gewoon een aspect wat zeker in zijn oude biografie uit 1904 volstrekt natuurlijk ontbreekt. En dat is die diversiteit, dus leuk om naar te kijken. Waar ik zelf toch ook wel over nadenk, en ik voel me helemaal geen specialist op dat terrein, maar hoe we naar tolerantie kijken. Willem Lodewijk wordt vaak als een tolerante man neergezet. In een tijd van godsdiensttwisten is dat heel begrijpelijk. Ik vind dat soms wel lastig, want hoe kan je iemand tolerant noemen als je een minderheid representeert die een meerderheid zijn wil oplegt, namelijk in het noorden de katholieken. Ja. Precies, hè? Ik vind dat lastig. Ja, maar hij was tolerant naar de maatstaven van die tijd. Dat is heel belangrijk. Dat is het punt. Hè? Dat is het punt, ja. Hij heeft ook nog Maurits geprobeerd te bewegen om Johan van Oldenbarneveld gratie te verlenen. Dus niet die doodstraf uit te voeren. Hij was ook niet in Den Haag toen die doodstraf is uitgevoerd. Daar heeft hij zich letterlijk van gedistanceerd. Hij moest natuurlijk Maurits wel weer volgen, want ja, dat was natuurlijk de leider in de tijd. Maar ik vind toch
dat is een aspect van waar je van kunt zeggen van, ja. daar zien we de man als ja, ook rechtvaardig en wel binnen de marges van de tijd tolerant. Maar eigenlijk was hij wel een hardliner Calvinist. Ja. En dat vinden we nu. Onze rol als historicus is altijd mensen zich laten realiseren dat we op een andere manier naar het verleden moeten kijken. Dat je niet de huidige normen daarin moet. Nee. Precies. Maar het blijft wel een opweging van hoe kijk je daarnaar. Ja. Dus. Ja. Ja. Nou ja, goed. Mannen, dank. Op naar dat volgende boek. Okay. Dat zal geen jong studentje kunnen zijn als ik jou zo hoor in ieder geval, Joop. Nou ja, ze zijn er wel hoor, die dat kunnen. Ja. Ik ben benieuwd. Dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan. Ja.